De vier bestuursleden van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname gaan naar de rechter om het conflict met voorzitter Reshma Mangere op te lossen. Dat is vandaag meegedeeld op een persconferentie in Theater Uniek. Drie van de leden, onder voorzitter Rabin Balisser, secretaris-generaal Helia Wangsa Saran en tweede penningmeester Winish Mansouradi, zijn vandaag ingegaan op de perikelen met Mangere. De leden vinden dat de als-voorzitter gisteren op een persconferentie hun vuile was heeft buitengehangen. De leden blijven erbij dat het conflict is ontstaan door de dictatoriale houding van Mangere. Ook wordt de voorzitter verweten van slechte communicatie. De leden benadrukken dat ze nimmer handelingen hebben gepleegd die het daglicht schuwen. Mangere heeft namelijk aangifte gedaan tegen tweede penningmeester Mansouradi, wegens het verduisteren van geld. Mansouradi ontkent dit echter. Zij heeft aangegeven in haar persconferentie gisteren dat zij geen financieel verslag kan doen omdat ik, mijn persoon, een kasboek niet wil afstaan. Je wilt een jaar een verslag doen, maar voor de NM. Maar wij kunnen zelfs niet komen aan administratie, financiële administratie vanaf als is gestart. Alle bonnen, kasboek met alle bonnen en kwitanties hebben we kwijtgeraakt, omdat die in het bezit waren van de voorzitter. En waar zij aangeeft dat zij per 15 maart 2018 werd beroofd. Wat wij van haar wilden is dat zij een kopie van aangifte voor aan ons geeft, zodat wij het kunnen verwerken. Daar gaat het erom. En wat geeft zij ons als reactie? Dat het iets persoonlijks is, toch? En dat ze het niet kan prijsgeven aan het bestuur. Het gaat erom dat we bewijzen moeten hebben naar de leden toe dat er werkelijk een beroving is plaatsgevonden. Daar gaat het allemaal erom. Dat was dus Winish Mansouradi. Balisser vindt het gedrag van Mangere tegenover de bestuursleden kinderachtig. Ondanks herhaaldelijke pogingen om de plooien glad te strijken, stond Mangere niet open voor gesprekken, zegt de ondervoorzitter. Laat me hierbij beginnen. De arrogante houding en de leugens van de voorzitter hebben gemaakt dat het vandaag zo ver is. Ik als ondervoorzitter zal dat even onderbouwen waarom ik het zeg. De voorzitter geeft aan dat ik een kwitantie van de advocaat van de zaak heb verduisterd. Op dat moment, en ik op dat moment alleen was in het bondsgebouw. Ter uw informatie, voorzitter, ik vraag u, wanneer zult u een keertje ophouden met liegen? Ik heb nooit de sleutel van het bondsgebouw in handen gehad. Wie wel, dat is de voorzitter, de ondervoorzitter van BVL, de heer Rajinder Ramnath, eerder Bugwa Sharita en daarna Helia. Ik heb nooit een sleutel in handen gehad, dus wanneer was ik alleen in het bondsgebouw? Voorzitter, alstublieft. De sleutels blijven bij u, de heer Ramnath en noem maar op. Hoe zou ik dan het bondsgebouw betreden? Voorzitter, dit vind ik echt kinderachtig van u. Hou een keertje echt op. Ondervoorzitter van de AALS, Rabin Balisser, vandaag op een persconferentie in Theater Uniek. Samen met de andere ontevreden leden is besloten om het conflict met AALS-voorzitter Reshma Mangere aan de groene tafel op te lossen.